Martensini. Vormer, buitenspel ook, ja. Daar zit de man die door een rugblessure dus aan de kant is beland. Nelom gaat. Nelom is er. Nelom voorpellen. Veldhuizen. Ja, dat was de eerste lekkere, fijne aanval. Dankzij hem. Vormer. Nou, hij is raak. Ja, de Vrij. Ja, komen jullie allemaal maar, zo lijkt hij hier aan te geven. Ik verdien wel een schouderklopje. Al dat geklets over mij, leuk en aardig, maar nu wil ik vieren. Dus het is een hoekschop die bij de eerste paal komt en doorgaat. En dan is daar de Vrij. Jan Maat. Armenteros. Pelle. Zo. Dat is nog flink doorschrijven. 2-0 voor Feyenoord. Bos voelt de ramsvoet. Feyenoord viert feest. Jan Maat gaat voor. Garcia is de aanvoerder die ten neergeslagen. Dreun 1. En hier Armenteros, Dreun 2. Klupper. Havenaar. Atsu. En nu? Ja, toch Havenaar. En 2-1. En kort voor tijd. En dus nog minuten te spelen. 2-1. Hier is Veldhuis al. Die denkt in één keer maar. Daar moet het ongeveer gebeuren. Pierson. Ja, dat kan niet, hè. Is te ver doorgevoerd. Nu, Leerdam. Weer een hoekschop. Het kan. Het mag, gezien de tweede helft. Maar gebeurt het? Veldhuizen daar en Mulder daar. Nieuwe corner. Veldhuizen zegt, schiet eens op jij. Dat zegt hij tegen zijn collega. Kom op. Van der Heijden denkt, vertrek jij hier? Hoofd van een Feyenoorder. Nieuwe corner. Armenteros als laatste. Binnengehouden. Ibarra. En! Oh, als dat toch eens had gebeurd! Veldhuizen. Nieuwe corner. Veldhuizen en Mulder. Nog een keer gaat hij. En het, oh, dat dit ook weer gebeurt er nog eens extra bij. Havenaar tegen de paal en de bal in de handen van Mulder. En dan zegt Vink, ja, nu moet het over zijn. We kunnen niet verder gaan. En Vitesse verliest. Feyenoord wint in Arnhem. Dat is het resultaat.